lijkt net of we weggespeeld zijn of dat wij er niet aan te pas gekomen zijn. Maar ik zei net ook tegen een collega van ik sta er eigenlijk met een lach. En dat is heel raar als je een wedstrijd verliest. Maar als je het wedstrijdbeeld gezien hebt, jullie hebben de beelden gezien. We zien straks ook de beelden. Dan waren wij volgens mij voetballen de betere ploeg vandaag. En was het wedstrijdbeeld misschien wel net andersom. Het is heel raar, want jullie beginnen ook goed. Krijgen ook goede mogelijkheden, mag ik wel zeggen. Een paar meer dan aardig schoten op die Dekselse doelman. Maar die plukt alles eruit, hè? Ja, ze hebben een goede keeper op doel staan. Ik denk dat we wel 3-4 goede kansen gehad hebben. Eerste kwartier hadden ze, wat ik van tevoren ook zei, volledig bij de strot. Eén uitval van hun en het is 0-1. Twee minuutjes hadden we wat lastig, daarna pakken we het weer op. En na rust hadden we het wel even 10 minuten lastig. Krijgen we weer 2-3 goede kansen. En één vrije bal die gaat erin en dan is het 0-2. En 10 minuten later een strafschop. En dan is het 0-3. Ja, Albert is gefeliciteerd. Je bent met 0-3 in Bedum. Dat lijkt, als je naar de uitslag krijgt, vrij gemakkelijk. Dat klopt, maar dat was het niet. Daar wil je ook naartoe natuurlijk. Nou, het was helemaal geen gemakkelijke wedstrijd. Ik vind wel dat we de tweede helft het wel goed omgedraaid hebben. En toen vond ik het wel een hele terechte overwinning. Maar we scoren op de goede momenten. Ja, kun je ook zeggen dat je, als je dan even de wedstrijd onder de loep pakt, het eerste kwart van de wedstrijd toch wel behoorlijk lastig hebt gehad? Zeker. Ik denk dat de wind de eerste factor was waar we het heel erg lastig mee hadden. De intentie van Bedum hadden we het lastig mee, doordat ze vroeg druk wilden zetten. En dat wisten we wel, maar goed, dat moet je dan nog wel even wat tegenover zetten. Maar ja, er best wel moeite denk ik om daar onderuit te voetballen. En verdienste van Bedum. En op dat moment hebben we een paar keer kunnen zien dat we gewoon een hele goede keeper hebben, bijvoorbeeld. Hè, die pakt gewoon een paar hele goede ballen. En dat is ook gewoon een kwaliteit, net als de 1-0. En dan kan je zeggen, ja, die valt tegen de verhouding in. Dat is, mag iedereen het ook mee eens zijn. Alleen, je moet wel even een speler hebben die kwaliteit heeft. Want hij legt hem er gewoon fantastisch in. Ja. Ik had van Oranje Nassau wel iets meer voetbal verwacht. Maar die waren ook redelijk snel ook de lange bal en naar de snelle mensen voor inzoeken. En ik had niet verwacht dat wij zo erg de bovenliggende partij zouden zijn. Nee, moet je nou zeggen, Remy, ja, je zult teleurgesteld zijn in het resultaat. Niet teleurgesteld in het spel misschien van Bedum, maar je had die waarschijnlijk toch wat meer weg willen halen. Ja, we kopen er helemaal niks voor. Maar jongens zitten ook gewoon met een goed gevoel in de kleedkamer. Het is heel raar als je met 0-3 thuis verliest. Dan lijkt het net of je weggespeeld bent, maar wij zitten met een goed gevoel in de kleedkamer. En als we zo blijven spelen, denk ik echt dat het 100% goed gaat komen met Bedum. De druk blijft erop bij HZVV, hè? Zeker, hebben we wel gewonnen. 4-1 geloof ik, wat ik net even zag. Weet je, wij moeten gewoon naar onszelf kijken. En wij moeten gewoon onze wedstrijden blijven winnen. En dat is moeilijk genoeg. En dan zien wij op een gegeven moment wel hoe het met HZVV is. Jullie gaan toch wel op jacht, Erwin, of niet? Tuurlijk. Zeker. Moed, hè? Nou ja, het is niks van moed. Maar ik vind wel, als je zoveel kwaliteit in de ploeg hebt, dat je wel gewoon mee moet kunnen doen om de bovenste plekken. Nou, en als het blijkt dat wij de HZVV moeilijk kunnen maken, dan wil ik dat graag doen. Ik ga er één speler uithalen, Remy. Sourad Minvenema. Ja, wat hij de laatste weken laat zien. Ik heb hem vorige week zondag ook nog een berichtje gestuurd. Dit is wel zijn beste seizoen tot nu toe bij Bedum. Zoveel drive, voetballend goed. Vorige week 2 keer gescoord. Nou, hij is wel echt een dragende speler voor ons. Hij was vandaag ook, vond ik, meerdere keren de aangever. Een paar keer dat hij zelf had kunnen scoren. Ja, zo'n vent gun je een goal, hè? Ja, zeker. Hij staat er al op 5. Maar hij is ook wel een leider in de groep. Het is gewoon echt een fantastische voetballer. En we hopen dat we nog lang van hem kunnen genieten hier.